In Van Liemt 1 op 1 praat ik met de smaakmakers van Nederland. Ze komen uit de wereld van het bedrijfsleven, sport, politiek en de cultuur. Ik zoek ze op in een vertrouwde omgeving en praat met ze over werk en over drijfveren. Vandaag ben ik op bezoek in Eindhoven in de werkkamer van Piet Hein Eek. De internationaal vermaarde topdesigner is bekend tot aan Japan en Amerika aan toe. Maar dit is het dus. Dit is de plek waar Piet Hein Eek in Eindhoven altijd aan het werk is. Dit prachtige gebouw. Ja, en met z'n allen. Wat ik bijzonder vind van de entree, want er was geen entree. En het was aardig donker toen we het kochten. Maar het eerste wat ik dacht is, daar kom je binnen en dan kijk je links naar de werkplaats, rechts naar de kantoor. En als je doorloopt, wat we nu gaan doen, loop je de showroom in. Zodat we vanuit de showroom, waar de spullen staan, naar beneden kunnen kijken hoe en waar ze gemaakt worden. Je hebt eigenlijk constant contact met alles wat hier gebeurt. Het gebouw is heel transparant, maar dat heb ik ook altijd gewild. Maar dat is eigenlijk precies hetzelfde als het bedrijf is. Want waar kan je nou precies zien waar het van gemaakt wordt, hoe het gemaakt wordt. Eigenlijk het hele proces van idee wat daarachter in het kantoor is, waar bij mij tot en met de levering wat daarachter zit, is in één gebouw samengebracht. Dus helemaal niet gespecialiseerd, helemaal niet van die doet dat. Nee, alles wat wij doen, doen we zelf. Het werk van Piet Hein Eek is bekend over de hele wereld, zowel als gebruiksvoorwerp als als kunstobject. En te zien in het Groningen Museum en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dit is onmiddellijk herkenbaar natuurlijk aan de kleurschakering. Dit zijn de echte Piet Hein Eek stoelen. Er zit ook lekker natuurlijk. Eek studeerde in 1990 af aan de Design Academy in Eindhoven. Met een kast van sloophout die inmiddels de klassieke kast in sloophout wordt genoemd. Ja, dan zijn we door dit enorme gebouw van je gelopen. En in een uithoek staat dan dit kunstwerk. Wat is dit? Dit is mijn nieuwste hobby, overigens al een paar jaar. En zelfs als je kijkt naar toen ik begonnen was, echt nog langer geleden. En dat afval, daar maken we dus producten van. Dat is eigenlijk restmateriaal. Maar je hebt ook echt afval waar je niks mee kan. En ik dacht op een gegeven moment, als ik nou van dat echte afval kunst kan maken, dan heb ik de grootste waardevermeerdering gecreëerd die ik kan creëren binnen mijn mogelijkheden. Dus dit is allemaal spul uit het leeuwendeel, komt uit de spuitcabine. Ik noem het zelfportretten, want het is mijn eigen afval. Ja. Dus het lijkt niet op me, tenminste. Dat zouden we kunnen proberen. Maar, en het zijn allemaal beelden die gemaakt zijn van afval om me heen en vooral van het bedrijf. Maar waar is dit voor bedoeld? Bestaat de mogelijkheid dat dit uiteindelijk in een museum terechtkomt? Ja, nou ja, die mogelijkheid. Kijk, alles wat ik voor mezelf doe, blijkt achteraf een soort nut te krijgen. En heel vaak ook is het de opmaat naar succes. Maar om nou te zeggen dat ik van tevoren weet of iets succesvol wordt, dat is, ik denk eerder andersom. Ik ben altijd blij verrast als iets lukt. En wat natuurlijk het echte idee is, een buste is ongeveer de meest oude of meest klassieke vorm van kunst. Dus als je van afval een buste maakt, dan breng je ook een soort cultuur bij elkaar van het nu. En wat ik wel bijzonder vond, is dat je dan op een gegeven moment ook constateert hoeveel afval je eigenlijk toch nog creëert. Terwijl we vinden dat we eigenlijk zo fatsoenlijk ermee omgaan. Dus voor mij was het ook nog eens een keer een eye-opener toen we helemaal bezig waren van gigantisch. Welke bergen en welke hoeveelheden we eigenlijk toch nog weggooien. Dus, maar ik vind zelf, en hij kijkt naar zijn broertje aan de andere kant van de werkplaats. Er staat een houten kop. Die staat nou, kijk daar, helemaal tegen het raam in het midden. Staat een pellet houten kop. Kijk, nu betreden we deze. Dit is echt de beroemde werkkamer, waar altijd chaos heerst. Ja, als je met chaos beroemd kan worden, dan maakt hij een goede kans om beroemd te worden in ieder geval. Dit is een vorm van organisatie. Hier liggen alle actuele projecten. Dus ik heb het best wel druk momenteel. Dus er liggen alle tekeningen die ik gelijk moet kunnen pakken. En dat is alweer te veel, dus dan moet ik weer gaan zoeken en selecteren. Dus dat is wel zo ongeveer georganiseerd. En hier ligt gewoon paparazzen die geen haast hebben. Dus er zit wel iets voor organisatie. Wat daar aan de muur hangt, dat hangt er dan wel weer. Dat hangt er niet zomaar, denk ik. Daar geef je dat middelste, daar geef je me aan, dat is het bedrijventerrein. Dit is ons gebouw. Van boven gezien, voordat dus net na de sloop van het gebied. En dan kijk ik even naar je, want je bent ook iemand die met zijn tijd meegaat. Maar de telefoon ziet er wat ouderwets uit. Hetzelfde geldt geloof voor de computer, of is dit toch vrij modern spul? Nee, ik doe niks op een computer. Jij doet niks? Dus dit zal wel een oude computer zijn, want ik schrijf alleen. Ja. Dus ik teken op het bord.
En we hebben dan in de, we hebben een architect, architectenbureau, maar ook een tekenaar die voor mij de bouwkundige dingen doet. En we hebben het architectenbureau wat alle architectuur doet, waar het wel belangrijk is dat je goed tekent. Maar wacht eens even, maar echt omdat je weet niet hoe je dat moet bedienen? De moderne technologie? Ja, ik heb bij bepaalde dingen gedacht, als ik dat nou niet leer, dan hoef ik het ook niet te doen. Ja. Dus dan kunnen ze nooit bij mij aankomen als het wel moet gebeuren. Dus, en dat geldt vooral voor tekenen op een computer. Dus ik schets, dus ook... Zo'n horloge of een klokje of zo, dat maak ik zelf met potlood een tekening. En dat gaat naar hun toe en dan maken zij echt de kattekening. En dan dit hier, ja, dat staat natuurlijk ook gewoon in dat prachtige bord. Ja, dat is vrij leeg. Iedereen zich rot om, want dat gebruikt bijna niemand meer. Maar ik teken echt nog al mijn producten teken ik op het bord uit. Ja, waarom doe je dat? Voor een stoel is het sneller dan een computer. Dus voor mijn eigenlijke métier, wat ik toch voor het grootste gedeelte wel bezig, zeg maar, is het tekenbord sneller dan in een computer tekenen. Niet als je vervolgens correctie op correctie op correctie doet, maar als ik hier een ding maak en het moet daar gemaakt worden, is het eigenlijk het efficiëntst. Nog los van het feit dat ik ook niet op een computer kan tekenen. Nee, dat scheelt. Maar en dan in sommige gevallen gaat dat schetsje naar de tekenafdeling. In sommige gevallen, of best wel vaak, gaat het direct de werkplaats in en timmeren ze dat ding gewoon. Piet Hein Eek is 49 jaar, geboren in het Noord-Hollandse Purmerend. De inmiddels wereldberoemde kast van sloophout was zijn afstudeerproject aan de Design Academy. Piet Hein Eek is getrouwd en heeft 3 kinderen. Nou, Piet Hein Eek, dank voor de uitnodiging dat we hier konden komen en dat we meteen ook in deze prachtige rommelige kamer mogen zijn. Ik lees alle verhalen en overal staat erin rommelige kamer. Heb je hem expres rommelig gemaakt voor ons? Nee, dit is, ik wil niet zeggen opgeruimd, maar het is wel, mijn kantoor is het ergst van alles in dit pand en het is al behoorlijk chaotisch. En voor mijn kantoor vind ik dat helemaal niet erg. Nee, voor het kantoor mag het chaotisch zijn, vind je zelfs prettig, hier kun je ook wijs uit. Waarom, wat zit erachter? Vroeger was het gewoon zo, overigens ruimde ik toen we wel meer op. Maar ik heb steeds meer realiseer ik me dat ik zelf het heel fijn vind als er om me heen chaos is of ontstaat, omdat je dan eigenlijk geprikkeld wordt om na te denken. Dus dan krijg je de ideeën voor niks. Terwijl als alles georganiseerd is, dan word je ook niet geprikkeld. Dus voor mij als creatieveling is die omgeving waar van alles gebeurt en waar van alles misgaat en weet ik wat, is dat heel fijn. Is er nooit een psycholoog geweest die zegt, Piet Hein, ik moet even met je praten. Er zijn allerlei theorieën over en je kunt beter rust om je heen hebben. Hoe je rustig in je hoofd en dan kun je pas echt creatief zijn. Ja, dat is wat heel veel mensen zeggen. Maar ik denk dat iedereen verschillend is. Maar ik heb zelf wel andersom het gevoel. Ik heb het idee dat als je dat probeert, dan betekent het eigenlijk dat je druk in je hoofd bent. En ik ben heel druk, maar ik heb het op zich wel op een rijtje in mijn hoofd. Dus voor mij is het juist heerlijk als het heel erg veel gebeurt. En als er dan iets gebeurt, dan kan je daar weer op reageren. En in zijn algemeenheid merk ik ook als het echt helemaal de spuigaten uitloopt en alles gaat mis en het moet. En dan komt er ook van alles uit. En dan bedenk ik ook nog 10 extra dingen. Dus voor mij is het creëren van die omgeving voor mezelf waarin het chaotisch is helemaal niet zo erg. Of misschien wel heel fijn. En in zijn algemeenheid is het creëren van een omgeving waar iemand zich goed voelt. En ook je personeel, gewoon waar het prettig is. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste om goed en leuk te kunnen presteren. Dus. Dat begrijp ik, maar rust is natuurlijk ook nodig. En volgens mij had je al enorme rust, want je bent natuurlijk prachtig afgestudeerd. Met die sloophouten kast als afstudeerproject, waardoor je meteen ook naam hebt gemaakt. Maar was dat destijds al meteen het geval? Met andere woorden, heb je door die sloophouten kast als afstudeerproject meteen naam gemaakt? Ja, dat was wel de grote winst van die kast. Dus wij hebben vervolgens jarenlang niks van sloophout gemaakt, behalve die kast als mensen bestelden. En die misbruikten we een beetje, want ik maakte toen stalen kasten, aluminium kasten, eikenproducten, eigenlijk allerlei producten. En zo min mogelijk sloophout. En als we dan geld nodig hadden, dan maakten we een serietje van die sloophouten kasten. En dan zeiden we, het is heel bijzonder dat u die kan kopen, moet u ook wachten, want het is allemaal niet zo makkelijk bij elkaar te krijgen. En dan, ja, we gebruikten hem eigenlijk als cash cow om alle andere dingen op te starten. Heel slimme marketingmethode ook natuurlijk. Ja, want het was daardoor heel leuk om het te kopen. Ja. Want die kreeg je niet zomaar. Dus. Je bent ontwerper, je bent kunstenaar, je bent ondernemer. En welke van de 3 springt eruit? Wat ben je het meeste? Toch ontwerper. Maar ik doe, want ik heb laatst ook, daar kreeg ik een vraag. En uiteindelijk is het allemaal hetzelfde. Want ontwerpen is een proces. Dus ik zit hier te tekenen en uiteindelijk gaat er daar die werkplaats in en staat het bij iemand thuis. Dus een heel proces en er zitten ongelooflijk veel randvoorwaarden bij. Iedereen denkt dat het alleen gaat over mooi,
Maar als het te groot is, dan is het niet te transporteren, te zwaar, lelijk, het zit niet goed, het is niet sterk genoeg. Nou, alles kan niet goed gaan. Maar het ambachtelijke speelt dus ook een rol. Je moet alles meenemen. Er is eigenlijk niks wat je niet mee mag nemen. Maar dat geldt ook voor een zakelijke beslissing. Daar heb je ook al die aspecten. En ik vind maar dat... Wie heb je dat geleerd? Want het ontwerp heb je geleerd op de Design Academie, vroeger de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven. Maar waar en van wie heb jij ondernemen geleerd? Nou, niet van mijn ouders, alhoewel mijn moeder wel een ondernemende geest had. Ik geloof maar wat deden die ouders? Was allebei leraar? Leraren en opa's en oma's, alles was leraar bij ons. En welke vakken gaven ze? Taal. Mijn vader Engels en mijn moeder Nederlands. Hoe heb je dan weten te ontsnappen? Hoe is dat gelukt? Uit zo'n leraar? Nee, ik ben niet ontsnapt. Ik mocht doen wat ik wilde en ik kon goed timmeren. Dus ik zou eerst eigenlijk timmerman worden. En toen bleek ik niet heel stom, wat iedereen dacht. En toen werd het VWO. Toen was dan ga je of universiteit doen... of naar de academie. Maar op een gegeven moment bleken dus van alles te kunnen. Te ontwerpen, mooi begonnen, maar dus ook te ondernemen. Zijn er bijvoorbeeld 2 of 3 mensen aan te wijzen... die jou letterlijk hebben geleerd wat dat is ondernemen... en hoe je het moet uitvoeren? Nou, mijn schoonvader die was autohandelaar. En een ongelooflijk bijzondere man. Heel intelligent, heel jong overleden op zijn 56ste. Toen wij 30 waren, mijn vrouw en ik. En die... die kon dus handelen, maar dat was ook niet, het was niet zeg maar chaggeren, maar het was echt een veredelde handelaar. Echt heel bijzonder. En die heb ik wel, daar heb ik heel veel van geleerd. Dus dan werd hij op kerstavond gebeld door iemand die met de auto vaststond op weg naar haar moeders. Nou, dat is niet het leukste moment om te bellen. En aan het eind van het gesprek had hij niks veranderd, maar die meneer die hing heel tevreden op. En hoe hij dat gedaan had, mag Jozef. Maar hij wist hoe hij moest communiceren. Je zegt dat je van hem geleerd hebt. Hoe breng je dat dan nu in de praktijk? Nou, die communicatie, dat je probeert om op een goede manier uit te leggen waar je mee bezig bent en wat je doet en waarom je het doet. En dat je dus rekenschap geeft aan de andere kant, dat is wel belangrijk dus. Ja, dat is netjes, maar je moet, als je zaken doet, moet je af en toe ook regels overtreden. Af en toe wat minder netjes zijn. Hè? Laten we nou niet net en of we allemaal heilig zijn. Dat kan ook niet. Daar ben ik niet goed in. Wij hebben een soort handel. Het is eigenlijk heel ouderwets. Wij maken dingen zelf hier en die verkopen we. Dus daar rekenen we uit. En die prijs die we hebben, dat is een soort of heilig. Want als alles wat daar naar onder gaat, dat maak je gewoon verlies. Dat weet je van tevoren. Dus alles is gecalculeerd. Dus we houden het spelletje heel clean naar onze dealers, naar de klanten en naar iedereen. En dat werkt goed. En daar kan ik me achter verschuilen, maar het is niet gemeen, zeg maar. Het is niet een verhaaltje wat niet waar is. Dus we verschuilen ons achter onze echte wereld en achter reële argumenten. En dat maar het grote voordeel is van het ontwerpen ondernemen, je kunt er goed praten. Dat blijkt ook weer in dit gesprek. Dat rolt de ene zin en de andere rolt er mooi uit. Dus dat zijn meestal ook hele goede verkopers. Ja, dat denk ik dan ook wel. Ja. Ben je een hele goede verkoper? Wel, zoals ik je net beschreef, denk ik dat ik een hele goede verkoper ben. Maar ik kan dus niet iemand knollen voor citroenen verkopen, dat zou je niet doen? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat kan ik niet. Nee? Nee. En ook de klanten waar we al heel lang werken, dat echt lange relaties, het is altijd 100% eerlijk. Dus Piet Hein Eek is gewoon een goud eerlijke man. Ja, vind ik wel, ja. En straks na de reclame, een echte Piet Hein Eek bij IKEA. En dan kan je voor IKEA iets ontwerpen en dat gaat in zulke grote aantallen en zo geoptimaliseerd, dat het opeens beschikbaar wordt voor heel veel mensen, dus zo niet iedereen. Met veel geweld wordt industrieterrein Strijp veranderd in een nieuw centrum voor design en lifestyle. Het bekendste stuk is nu nog het oude Philips Klokgebouw, maar een paar straten verder is nu ook ontwerper Piet Hein Eek neergestreken. Dit is de oude keramiekfabriek van Philips en die hebben we gekocht en daar is nu onze werkplaats aan die kant, links de kantoren. Nou, jonge Piet Hein Eek nog. 5 jaar terug. In de crisistijd, 5 jaar geleden. Een stuk magerder. Het leven is hard. Was 10 kilo afgevallen. Had dat te maken met deze intensieve periode? Ja, toen ben je zelf afgevallen omdat je toch dat enorme risico nam van klein naar groot? Nou, nee, ze liepen gewoon met een boterham achter me aan zo van je moet ook nog wel eten een keer. Dus het was alleen maar aan het werk? Het was gewoon dag en nacht, ja. Heel leuk. Ja. Maar dat was wel in een periode waarin je een enorm risico hebt genomen. Althans, buitenstaanders riepen dat. Wat doet iemand in de crisistijd? En jij zegt dat past bij jouw manier van denken. Nou, ik vond het ook heel spannend. Zeker en achteraf denk ik ook, hoe is het mogelijk? Want, en dat pleit dan weer voor wat ik zeg en zei, dan maak je een financieringsplan. Nou, dat had ik dan op 2 A4'tjes geschreven. Ja.
En wat zou het kosten en weet ik wat. En aan het eind van de rit, onderaan de streep, klopte het bedrag zo ongeveer. Na een beetje bijlenen voor wat we ook meer hadden gedaan. Maar er was werkelijk geen één post die overeenkwam met wat wij opgeschreven hadden. Maar op een gegeven moment was zo, ja, dit was wel duurder geworden. Toen hadden we nog machines geleased, kregen we daar geld er weer bij. En het was wel daarna extra hard werk om het terug te verdienen. Maar op een gegeven moment dachten we, ja, als we het nou niet stuken, zou iemand dat erg vinden? Zou iemand dat... Nee. Oh, dan doen we dat niet. Hadden we 2 ton verdiend. Dus aan het eind van de rit klopte het wel, want je had gewoon dat budget. Maar als je dan heel gaat zeggen van ja, dat heb ik goed gepland, dan was het helemaal niet. Ik heb gewoon gezegd, ik denk dat het voor dat geld wel moet kunnen. En dat hebben we ook gedaan. En ik zei ook gelijk, af zal het toch niet zijn. Dan kunnen we daarna wel afbouwen. Dus ja, waar stop je dan als het maar open kan en als je maar aan de gang kan? Ja, dus uiteindelijk is dat plan super ambitieus geweest en zo, eigenlijk zo gek als wat. En het is gelukt, maar niet op de manier van de letter, zeg maar. En dat is denk ik ook nooit zo. Dat doe jij nog steeds zo. Dat blijft gewoon. Dat is gewoon jouw adagium, jouw manier van denken, je manier van leven ook. Ja. Dus niet te veel vastleggen. Maar hoe zit het met de banken? Want die noem je hier niet in dit verhaal. Of hebben die toch ook een grote rol gespeeld? Ik heb toen we dit kochten, hadden, dat was bijzonder. Toen hebben we drie offertes gekregen. En 3 goedkeuringen hadden ze. We hadden 3 groen lichten bij 3 banken, bij de ABN, de ING en de Triodos. En toen ging hem lichten en toen had de ING geen geld. Volgens mij ik weet niet hoeveel ondernemers dat kunnen zeggen in hun leven, dat de grootste bank van Nederland geen geld had. Maar die hadden die 10 miljard gekregen om de boel te repareren. En ze mochten niet meer lenen boven 1 miljoen, geloof ik. En wij wilden 5 miljoen. Dus die zeiden, ja, we willen wel en we mogen ook, maar we hebben geen geld. Ja. Ja. Dus dat was natuurlijk een bizarre, dat is de setting van de financiering toen. En de Triodos, die had als bijzonder, ik wil geen reclame maken voor ze, maar die had als bijzonder beleid dat ze alleen geld stoppen in dingen die ze begrijpen. Ik vind het zelf niet zo gek. Maar daardoor hadden zij helemaal geen geld zitten in die hypotheekfondsen die dus verpakt waren en 10 keer doorverkocht. En kregen zij op dat moment, omdat ze dat niet gedaan hadden, een enorme hoeveelheid geld van particulieren die dachten, ja, die bank, die belegt tenminste niet gekke dingen. Daar wil ik mijn geld wel. Dus dat kwam enorm bij elkaar, hè, die werelden. En toen konden zij ons financieren. Heb je zelf getwijfeld om in die tijd zo'n stap te nemen? Nou, nee, want ik zag het zo dat als je iets doet, dan gebeurt er ook weer wat. Wat weet je niet. Maar dat biedt wel kansen. Dat is weer die chaostheorie. Op het moment dat alles naar beneden gaat en iedereen is aan het schuilen en jij begint met een pand en er komt van alles op je af, dan heb je ook mogelijkheden om op een andere manier weer je brood te verdienen. Ja, maar dan neem je dus enorm risico's. Je komt uit een lerarengeslacht. Over het algemeen mensen die toch juist risicomijdend zijn. Nou, mijn moeder dus niet. Nee. In de geest niet. Nee, dat maakt dat uit. Want ik bedoel, hier kun je wakker van liggen van zoiets. Nee. Kijk, toch in je leven leer je ook van fouten. Dat hebben we allemaal. Dat is het mooiste dat er is bijna. Dat je denkt, had ik dat nou maar niet gedaan? Had ik dat maar anders aangepakt? Juist op je eigen werkterrein is er niet iets te noemen. Want meestal schiet het je meteen te binnen, denk ik. Dat je dat fout gedaan had ik anders moeten aanpakken. Ja, wij doen dat zat fout. Maar geef eens een goed voorbeeld dan, echt een sprekend voorbeeld. Ja, ik denk niet zo in fouten, hoe wij investeren, hoe het bedrijf zich ontwikkelt. Ik krijg heel vaak de vraag, hoe kan het nou dat je wereldberoemd bent, maar dat je eigenlijk nauwelijks verdient? Nou, dus ik dacht laatst, ja, ik vind eigenlijk dat ik genoeg verdien. Dat was de eerste wat ik dacht. Maar ik dacht, ja, je kan me voorstellen dat je veel meer verdient. Maar dat is nooit een doel geweest. En toen dacht ik, eigenlijk komt het omdat we al in een heel vroeg stadium hebben gezegd, alles wat we doen, wat we verdienen, stoppen we terug in nieuwe ontwerpen. Dus dat betekent dat je niks verdient. Want hoeveel je ook verdient, je kan het altijd terugstoppen. Dus alles wat we hebben binnengekregen, hebben we weer iets mee gedaan of gemaakt. Dit pand, nou, kost klauwen met geld, maar dat is wel leuk. Dan maak je iets. En alle producten die we toevoegen. En daar leer je van. Bijna alles mislukt, hè, van al die producten. Maar ik vroeg je eens aan je wat een fout was. Hè? Dit is geen fout. Dit is bijna een soort bescheidenheid. Ja, maar daar kan je ook bijna niks fout doen. Want je doet het gewoon. En soms lukt het en soms lukt het niet. En een fout, ja. Fout is als je mensen ongelukkig maakt. Als ik een organisatie heb en een karakter heb en de mogelijkheden heb en de naam heb om kansen te grijpen en problemen om te omzeilen, dan wordt mijn kans groter dat ik door de crisis kom dan dat ik ga zitten schuilen. Dus statistisch gezien is naar hier gaan en chaos creëren met veel mogelijkheden een veel grotere kans om er doorheen te komen dan krimpen. Ja, dus dat planmatig werken zit er niet in. Je bent ook duidelijk geen trendwatcher. Je kunt niet zeggen hoe het er over 4, 5 jaar voor staat. Maar je kunt natuurlijk nu wel zeggen in dit hele bedrijf, want je doet heel veel.
Niet alleen meubels, je hebt ook een restaurant, je hebt van alles. Je hebt zelfs een horloge geloof ik ontworpen. Van alles gedaan. Je kunt wel zeggen wat het beste loopt. Kun je zeggen wat echt winstgevend voor je is? Wat er bovenuit springt? Ja, royalties. Als ik zo'n horloge bedenk. Nou, dat zijn 5 schetjes en een tekeningetje, zullen we zeggen. En dan iedereen enthousiast. En dan gaan ze uitvoeren. En dan maken ze er ook, willen ze er een klassieker van maken. Dat is ook echt een mooie horloge. En dat zijn ze nou aan het verkopen. En elke maand wordt daar een horloge. En daar doe ik niks voor. Ja, een beetje zeggen hoe leuk het is. En dat kan ik ook weer doen, want ik vind het ook echt een mooie horloge. Als je goed zou willen verdienen, zou je eigenlijk alleen maar horloges moeten maken. Ja, maar... Ik mag nu die horloges maken op de manier waarop ik ook gevraagd word, omdat we dit gedaan hebben. Dus dat is wat ik daar straks zei, al die tijd door investeren en ook leren. Want alles wat je maakt, en of het nou lukt of mislukt, daar leer je van. En dan komt op een gegeven moment iemand naar je toe en zegt ik wil een horloge maken. En dan kan je dat ook. Want ik denk dat ik het nu veel beter kan dan 20 jaar geleden. En dan maak je dat horloge en dan, oh, iedereen vindt het geweldig en dat gaat supergoed verkopen. Maar dat had 20 jaar geleden niet gekund. En om het nu te doen, heb ik wel die tijd nodig gehad. En de naam, zij vinden het dan leuk om met mij te werken, omdat mijn naam er weer is. En dat komt weer door die... Dus alles hangt aan elkaar. Maar is het inmiddels zover dat je, wat er ook gebeurt, ik pak dit glas, zomaar een glas, neem ik mee naar huis en je zet er Piet Hein Eek op, jouw handtekening, en is het glas meteen 100 euro waard? Nee, het mooie van, dus bij mij niet zo. Er zijn ontwerpers die in de hele exclusieve markt zitten, die hebben dat. Dat heb ik niet en dat heb ik ook nooit gewild. Ik heb altijd geprobeerd om betaalbare producten te maken. In Nederland, wat bijna niet kan. Dus we hebben de crisiscollectie, daar is een tafel bijvoorbeeld 1000 euro en zelfs even 800 euro. En we hebben de afvalcollectie, zou zeggen het andersom is, maar die is het duurst door die arbeid. Dus de afvalcollectie... Maar de crisiscollectie kost toch nog 800 tot 1000 euro? Ja, maar goed, wordt hier gemaakt in kleine aantallen, wordt op kleur gebracht, weet ik wat allemaal. Dus dat is voor een product in Nederland geproduceerd in de aantallen die wij doen. Eigenlijk super betaalbaar. Nou, laten we dat geweldige woord even ingooien. Het woord verdienmodel. Je begon er zelf al over, de veelgestelde vraag. Begrijpelijk ook. Wereldberoemd, want dat ben je ook. En Nederlands topdesigner. En dan niet zoveel verdienen, zeg je dan zelf. Maar geef ons dan eens inzicht in. Wat is dan niet veel verdienen? Ja, we hebben gewoon een salaris. Een goed salaris, zullen we zeggen. Wat is een goed salaris? Meer dan een ton, geloof ik. En dan daarbovenop komt winst. En mijn eigen zaak maakt altijd winst. Maar dat heb ik dan weer nodig om overal te investeren en gaten te vullen. En alles bij elkaar wordt er de tonnen winst gemaakt. Heb je ooit op de rand van een faillissement gestaan? Voor mijn gevoel niet. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen wel dat idee gehad. Maar hoe komt dat? Waarom hebben ze dat idee gehad? Nou, nee. Niet mensen in mijn omgeving. Want iedereen heeft altijd wel het vertrouwen gehad. Wat je leert als het moeilijk wordt, is dat er overal ook weer kansen ontstaan. En dat er heel veel ruimte en rek zit eigenlijk de grens waar je dacht dat de grens zat, die zit er helemaal niet. Het blijft gewoon, je kan er heel erg voorbij en dan blijkt alles nog mogelijk te zijn. En je hebt natuurlijk ook dat mensen belang hebben dat je doorgaat. Banken bijvoorbeeld. En ook de goodwill van mensen. Dus ik ken gelukkig heel veel mensen die ook veel voor ons over hebben. Dus dan, als het dan bij wijze van spreken echt mis zou gaan, dan staan er ook wel weer heel veel mensen klaar om te helpen. En wie zijn die heel veel mensen dan? Nou ja, het zijn er niet heel veel, maar als je er een paar hebt, vind ik dat veel. Hè? Dus in de zin van... Maar zijn dat investeerders? Nou, dat zijn klanten die we al lang hebben. Het zijn goede vrienden en die zeggen... Maar mag ik weten wie dat zijn? Want dat is toch wel belangrijk. Nou, ik ga geen namen noemen. Piet Hein Eek is een van de meest bekende meubeldesigners van ons land. Maar na vandaag gaan ze hem ook buiten onze grenzen leren kennen. Want Piet gaat aan de slag voor IKEA. Sloophout is niet meer weg te denken uit menig interieur. Ontwerper Piet Hein Eek start die rage alweer 25 jaar geleden. Ik heb altijd één probleem met wat mensen van mij kennen. Want dat is het sloophout natuurlijk. Dan gaat het weer koningsloophout, ook in Boulevard. Nou, ik zeg in ieder geval dat het een probleem is. Maar we doen heel veel meer. We hebben net horloges gemaakt, brillen. Dus het is allemaal heel gevarieerd. En altijd met het uitgangspunt om de allereenvoudigste oplossing te vinden binnen de mogelijkheden die er zijn. Maar ze doen het wel goed. Je bent met IKEA in zee gegaan. Waarom? Eigenlijk om die reden. Dus dat het toegankelijk is. Dus als ik ontwerp, dan ontwerp binnen de mogelijkheden die ik hier heb. En dat is met dit bedrijf en deze marketing en onze distributie en aantallen. Nou, dat is allemaal heel beperkend. Dat is eigenlijk een permanente spagaat om iets nog op de markt te brengen waarvan waarde in verhouding staat tot wat mensen het waard vinden en willen betalen. En dan kan je voor IKEA iets ontwerpen en dat gaat in zulke grote aantallen en zo geoptimaliseerd dat het opeens
beschikbaar wordt voor heel veel mensen. Dus zo niet iedereen. En ook producten. Ik ben met een persglas bezig voor IKEA. Dat is superleuk. Maar dat worden gewoon, zegt ze ja, 500.000. En dan zegt Karen, waar ik, waar ik mee alles doe daar, zegt ze ja, dat is alleen voor Scandinavië. Dus dat betekent dat er gewoon miljoenen glazen gemaakt worden. Dan zit je in zo'n fabriek en zo. En daar hebben we dan een soort mislukt glas voor bedacht. Dus het, we maken alles, het hele thema voor IKEA is dan handgemaakt, serie geproduceerd. Dus dat is ook de reden waarom ik die collectie mag maken. Normaal krijg je alleen ontwerp in een team. Maar ik zei ja, maar zo moeten we niet doen. We moeten gewoon een Piet en E collectie maken. Maar die grote aantallen, betekent dat ook dat dat enorm winstgevend is of niet? Nee, want ik krijg er niks voor. Ik krijg gewoon mijn uren. Ik krijg helemaal geen royalties. Dit is, wat hier wordt neergezet, dit is gewoon een belangrijk moment in je leven ook geweest. Ja, nou, ik realiseerde me dat niet zo. Nee. Want ik ben Karen 3 keer of 4 keer tegengekomen in Milaan. En we zeiden elke keer, oh leuk, we gaan wat doen. En toen zeiden we, nou gaan we echt wat doen. Dus het is zo gekomen zoals in het leven dingen gaan. Je komt iemand tegen en er is een klik. En dat blijkt ook gewoon precies zo te werken zoals we dachten. Dus voor ons is het, en voor mij is het eigenlijk een hele natuurlijke gang van zaken. Alleen toen het bekend werd, toen ontplofte de bommen ongeveer in Nederland. Overigens, de rest van de wereld had heel wat minder aandacht ervoor. Maar was er in Nederland, wat was er zo, wat verbaasde jou? Nou, wat mij heel erg verbaasde, wat ik niet bij nagedacht had, was dat IKEA is zo groot, en dat weet ik natuurlijk wel, dat het feit dat jij voor of met IKEA gaat werken, dat dat enorm nieuws is. Terwijl vlak daarvoor hadden wij een school ingericht, in Roermond, een lagere school. Nou, echt wonders, gewoon binnen budget, met die hoofddocent die bij ons kwam. Met, nou, echt een mooi verhaal, wat eigenlijk veel relevanter is. Want we hadden dus met de leraren hebben we gezorgd dat die hun eigen leswand konden maken en zeggen hoe ze het wilden. En iedereen was betrokken. Dus waar je allemaal leest dat leraren het allemaal in de mik geschoven krijgen. Hier hebben we echt gezegd van nou, ga jullie maar nadenken. Was nog binnen budget, terwijl het gewoon normaal budget was. Het ziet er hartstikke mooi uit. Ik denk, ja, dit is echt, echt een mooi verhaal. Daar zou ik wel aandacht voor willen hebben. En wat gebeurt er? Er komt een of ander berichtje van IKEA, denk ik. Ik ga met IKEA werken en bam, de hele wereld ontploft. Nou is het wel zo dat Erwin Wijman schreef ooit, een paar jaar geleden, een opinieartikel in NRC. Hij constateerde daarin, let op voor de Verpiet Hein-Ekisering van de wereld. Dus de Verpiet Hein-Ekisering van de wereld. Dat lijkt hier wel een beetje op, hè, nu je met IKEA in zee gaat. Want dan heeft iedereen straks zo'n sloophouten krukje of tafeltje. Nee, naast. Want er komt helemaal geen sloophout bij IKEA. Die man, ik heb dat stuk, de Verpiet uit de kiesering, weet ik nog. Ja. Mooi woord, toch? Ja, dus het is best een eer. Ja. Vind je dat sowieso ook iets waar je op moet letten, dat het niet iedereen, of maak je dat niets uit? Ja, wij hebben altijd heel veel andere dingen gedaan, niet voor niks. Ik bedoel, ik ben een ontwerper en ik ben geen sloophoutontwerper of zo. En straks na de reclame, de strijd van Piet en Eek tegen imitaties. En daar willen ze ook echt een brandmerk met Piet en Eek made in the Netherlands. Want dan, dat is voor hun een verschil, want je hebt ook Piet en Eek made in Korea, zullen we zeggen. Maar toch Koning Sloophout, hè? Dat zit er gewoon in, maar dat vind je een soort leuke erenaam. Maar nou, het is de kapstok waar het aan hangt. Als mensen jou kennen of onthouden van iets, dan kan je ook iets anders daaraan toevoegen. Dus dat is natuurlijk bij persglas bij IKEA heeft niks met sloophout te maken. Nee, dat is tegendeel. Waar. Natuurlijk. Maar je kunt ook zeggen, Jan de Boffry heeft Nederland veranderd. Is daar trots op? Kijk, heeft Nederland bijvoorbeeld wit, de veranda's, de open ruimtes. Heb je dat soort ambities ook? Nou, ik denk wel dat ik de meest gekopieerde en in die zin en ook het meest toegankelijke ontwerper ben in Nederland en misschien wel in de wereld, doordat hoe wij werken. Omdat het dingen zijn die heel begrijpelijk zijn. En we moeten wel, want anders kun je het niet maken. Maar is dat dan een eer? Aan de ene kant snap ik dat, maar aan de andere kant al die imitaties om er gek van te worden. Je bent ook naar de rechter gestapt. Ja, ja. Wat is er uitgekomen? Ja, dat is een bijzonder verhaal. Eerst dacht ik, van, maakt me niet uit, want het kost allemaal energie. En op een gegeven moment dacht ik van, toen zeiden een heel aantal mensen, nou moet je toch echt iets doen, want nou lijkt het wel heel erg. En toen hebben we een aantal rechtszaken gehad, die wonnen we voor het merendeel zo ongeveer. Want het was geen 100% uitspraak, omdat het om meerdere producten ging en die rechter is helemaal ingewikkeld. Maar goed, we wonnen wel. En toen op een gegeven moment werd er weer nogal nagemaakt. En toen bleken het ex-werknemers te zijn, waarvan één die ook een stempel had meegenomen. Dus die drukte er ook nog een brandstempel onder in. En daar zijn we ook weer tegen. En daar kregen we wel een redelijke uitspraak. En dus die was gewoon goed en hij moest betalen. Dus dat was in ieder geval bevredigend.
En toen is er nog één rechtszaak geweest. En die rechter was voor het eerst echt knippenklaar over hoe het zat. Als je naar de rechter gaat, dan begin je natuurlijk met de gedachte... Hoe is het nou echt strafbaar, dat jouw idee? Als ik jouw portemonnee jat, dan ben ik een dief. Hè? Dat is helder. Ja, maar als ik jouw ideeën jat, wat eigenlijk veel meer impact heeft op inkomsten... Dan is dat voor die rechters, dat was allemaal zo van... Ja, hoe erg vinden we dat nou eigenlijk met z'n allen? Weet je wel, een witte bordencrimineel is toch minder erg dan iemand... Nou, ook zeggen rechters vaak, omdat het tamelijk vaag is, dat het niet goed is aan te geven. Ja, goed, maar dan, daar heb je die inhoudelijke uitspraak voor. Maar op het moment dat hij dan inhoudelijk, als iemand dan steelt, als dat vastgesteld is, dan moet je hem bestraffen. Maar dat werd dus niet gedaan, omdat het allemaal zo... En deze rechter zei knippenklaar, luister, het is gewoon een... Het is gewoon crimineel. Ja, ook Piet en Eke die we net zagen. Maar dat zie je meteen, hè? Met een kennisblik. Dat zijn imitaties. Ja, en dit was ook meer geïnspireerd dan nagebootst. Want dat was zo'n ongelooflijk ander ding dan wat wij doen, dat het echt niet lijkt. Maar er zijn ook mensen, dit lijkt ook nergens op. Maar dit, ja, zo'n structuur is dan al... Waarom zie je meteen? Ja, jij ziet het meteen. Maar waarom zou ik dat meteen moeten zien, dat geen echt is? Nou, het hele model is anders. Bij ons zijn de kleuren vrij, ik noem het cultuur. Dus als die jongens bij ons werken, werken ze met bepaalde maatvoeringen en kleurstellingen die wel of niet bij elkaar passen. En je ziet dat mensen die het voor het eerst doen of met een ander gevoel doen, dan is het echt anders. De verhoudingen zijn eigenlijk altijd fout. Ja. En dan zetten ze de rand omheen die gewoon spuuglelijk is, gelukkig. Ja. Eigenlijk ben ik los van het feit dus dat het sloophout zoveel is dat uiteindelijk iedereen er schoon genoeg van heeft. Ja. En dan gaat het de deur uit en dan blijven wij denk ik over. Want uiteindelijk is het een hartstikke mooi product, maar je moet het gewoon zoals alles op een goede manier toepassen. Ik zou hier, als ik het zelf had gemaakt, toch wel heel kwaad over worden. Kom op zeg, dat is gewoon, ja, de gaan ze lopen, gewoon de fysieken. In 1989 heb ik het bedacht, dan zou ik mijn hele leven kwaad moeten zijn geweest. Dus, nou, ja, goed. Sindsdien wordt het daar gemaakt. In de afgelopen 10, 15 jaar, we waren in Korea. Toen gingen we in Seoul, toen gingen we het hipste straatje in... van Seoul. En er waren 5 restaurants op rij die allemaal een variant hadden van een soort poging om onze eikenhouten stoel in sloophout na te maken. Maar het was allemaal totaal verkeerd. Maar de pogingen mislukken dus. Maar het was bijna grappig, ja. Dat je gewoon in een hippe straat in Seoul gewoon allemaal probeerden ze jouw stoel na te bouwen. Ja. En het is gelukkig allemaal mislukt. Ja. Maar dat is ongelooflijk. En daar willen ze ook echt een brandmerk met Piet en ik Made in the Netherlands. Want dan, dat is voor hun een verschil. Want je hebt ook Piet en ik Made in Korea, zullen we zeggen. Ja. Heb je zelf bijvoorbeeld je huis vol staan met Piet en ik of niet? Ik ben er altijd tegen geweest. Het is niet vol. Maar mijn vrouw, die langzaam maar zeker, is het wel meer geworden. Ja. Hoe is het om de vrouw te zijn van Piet en ik? Nou, dat zou je aan haar moeten vragen. Maar volgens mij is het niet altijd even makkelijk. Nee, maar jullie zijn nog wel bij elkaar. Ja, ja, ja. Na een heel lang huwelijk al. Ja, we zijn al 30 jaar samen, ja. Ja, maar kijk, dat is dan ben je dus iemand die trouw is in relaties. Dat heel belangrijk vindt. Of niet? Ja. Ja, maar... En je aarzelt even? Nee, ja, nee, dat is zo. Ik, dat vind ik heel belangrijk. Ja, nou ja, dat is in alle opzichten. Ja, natuurlijk. Dus dat betekent ook, je hebt met een compagnon gewerkt. Nop Ruigrok. En dat is echt een kameraad van je geweest, ja, altijd. Ja, en, vanaf mijn 18e ook, 30 jaar. Ja, in de studententijd huizen geschilderd samen om geld bij te verdienen. Hij had een rol, jij had een rol in dit bedrijf en toch zijn jullie uit elkaar gegaan. Mm-hmm. Hoe kan dat? Ja, dat kan ik heel simpel vertellen. We kunnen er ook een paar uur over praten. Maar in principe is de verhuizing naar hier is dus een schaalvergroting heeft die betekent. Heeft ook een nog meer aandacht voor mij als persoon opgeleverd. Alhoewel dat niet zo het probleem was, denk ik. Maar in die nieuwe situatie moet je ook weer je rol zien te vinden. En Nop is een ongelooflijke harde werker. Wij konden eigenlijk alle twee alles een beetje zo. Ja. Ik ontwierp en praat. En voor de rest deden we alles samen. Maar dat was gewoon hands-on. En daar is hij ook het beste in. Daar wordt hij hartstikke blij van. Net als ik. Eigenlijk. Maar hij is een wat rustiger, stille type dan jij. Ja, gewoon werken en doorgaan. En heel breed. Hè. Vroeger van de factuur, van de foto, zelf timmeren, busje halen, dingen leveren. Dus we deden gewoon wat het bedrijf is. Het hele proces van idee tot de klant. Dat deden we samen. Ja. Nou, op een gegeven moment is het bedrijf heel groot hier. Of groot, helemaal niet. Maar in ieder geval zo groot. Daar kan je dat wel doen, maar dan kan je afvragen, is dat nog wel zinvol? Wat is mijn bijdrage als er 50 man staan te werken of 100? En ik ga meewerken, is maar 1/100ste, terwijl als het 1/4 is, dan heb je en invloed en een wezenlijk deel. En in dat spanningsveld van hoe kan ik in dat grotere geheel
op een zinvolle manier arbeid leveren. Daarin is dat misgegaan. En dan is hij steeds meer terug gaan trekken op zijn kantoor, in plaats van dat hij gewoon lekker in die werkplaats bezig is. Dat snap ik. En nou wist dat is, is mijn idee. Dus nou wist ik van tevoren, vind dit een belangrijk onderdeel. Want dit is iets voor iemand, omdat je zelf ook een grote meneer bent geworden. En hij in de slipstream ook, alleen minder bekend. Dus we hebben hem ook even gebeld en gevraagd naar zijn reactie. Wil hij iets vertellen? Hij zei ook een paar positieve dingen over jou. Maar hij zei bijvoorbeeld ook dit, en ik zal het even citeren, want dat is wel belangrijk. Hij zegt, in zijn bedrijfsorganisatie wordt hij steeds meer omringd door ja-knikkers. Hè? Dit groter wordende bedrijf. Dat is nooit goed voor een topman van de organisatie. Want dan loop je het risico dat je zonnekoningengedrag gaat vertonen. Ik herkende me niet meer in het bedrijf. Toen hebben we afscheid van elkaar genomen als compagnons. Dat zonnekoningengedrag, herken je deze kritiek van hem? Ja, nou, ik kan het andersom zeggen. Ik vind het heerlijk als iemand tegen me ingaat. En dat vind ik heerlijk. Omdat... En uitgerekend nu word je gebeld. Dat is misschien door Nop ook. Zal Nop zijn. dat is niet iets wat waar je heel makkelijk iets aan kan doen. Snap je? Om te zorgen dat mensen kritisch naar jou zijn, moet je dat bijna gaan vastleggen in een organisatie. Dus moet je bijna zorgen dat mensen zich ook vrij voelen om die kritiek te leveren. Terwijl, want ik vind het heerlijk als iemand iets tegen mij zegt, denk ik, oh fijn. En zeker als het iemand uit de organisatie is, want die zegt dat vanuit zijn perspectief. Maar het gekke is, Nop, die jou heel goed kent, die zegt het tegenovergestelde. Hij zegt, hij was altijd zo, maar het bedrijf is groter geworden. En nu is hij een zonnekoning, te veel schouderklopjes, zoveel mensen die hem op het schild hijsen. Dus hij heeft alleen maar ja-knikkers om zich heen. Ja, maar dat is niet zo, vind ik. Ik vind dat ik goede mensen heb. En dit is het perspectief, denk ik, zoals hij het ziet. Want ik heb uiteindelijk, toen hij minder ging functioneren en meer zich terugtrok, heb ik een aantal taken moeten oppakken waar ik niks mee deed. Bijvoorbeeld, ik was nooit verantwoordelijk voor de werkplaats en nooit verantwoordelijk voor dit of dat. En daar heb ik uiteindelijk, eigenlijk voor de hele operatie, magazijn, distributie, werkplaats, heb ik uiteindelijk moeten oppakken en mensen erop moeten zetten om het te regelen. Daar doe ik nog steeds niks aan, dat doen zij. Hè? Dus heel simpel, de verantwoordelijkheid ligt bij hun en daar krijgen ze alle ruimte in. En ja, kritiek. Ik ben het wel mee eens dat als jij bekender wordt en gaan mensen naar je opkijken, ook in je organisatie. Maar heb je daar goed oog voor? Gewoon binnen en buiten je organisatie? Want dan heb je misschien ook al een vrouw voor die daar kritisch op kan zijn? Ja, die is super kritisch. Ja, mijn vrouw is de kritiek, de vleesgeworden kritiek. Dus. Nou, wat zegt ze? Noem eens iets wat ze tegen je zegt waar jij echt wat mee kan doen. Nou, ze is wat angstig over mijn eerlijkheid altijd. Dus dat is meer over hoe ik communiceer. En zij vraagt zich af bijvoorbeeld of ik niet te veel hooi op mijn vork neem door verschillende dingen te doen. Ik zeg maar een paar dingen. Hè. Ze zegt ook vaak dat ik op een andere manier bepaalde communicatie met personeel zou moeten doen. In de gevallen die zij kent. En wat is dat? Want dat klinkt wel heel algemeen. Zij maakt zich zorgen dat ik onvoldoende aandacht heb voor personeelsleden. Dus ik geef iemand de taak en dan zeg ik, je moet het maar doen. Dat is mijn ding. En dat vind ik ook echt. En zij zegt, je moet hem begeleiden. Ik zeg, ja, maar ik begeleid hem als ze bij mij komt met de vraag. Maar ik zeg, zij moet het doen. Maar ze zegt niets over dat zonnekoningengedrag. Want dat is, ik bedoel, nou, dat komt je er ook bent, wel. Laten we eerlijk, ja? Nee, maar dat komt ook, als ze kwaad wil, dan zegt ze wel iets van, dan zegt ze wel zoiets, ja. Als ze jou een beetje wil pesten, dat staan er. Nou, zo voelt het in ieder geval op dat moment. Ja. Er komt de koning binnen. Ja. Ja. Maar het is, ik zie het niet als iets wat ik teweeg breng. Daarom zeg ik zie het probleem wel. Want ik zou ook het liefst mensen hebben die superkritisch zijn en die constant dingen bevragen en die niet ja of amen zeggen. En er zijn er zat die dat doen. Alleen, ik ben ongelooflijk praktisch ook. Dus als ik iets aan iemand vraag en die zegt, ja, we kunnen het niet zo doen. Zeg ook goed, probeer maar één van de twee en dan kom dan maar terug om te vertellen. Maar ik bedoel ook wat anders. En dat is, ik bedoel, dat moet je ook niet onder stoel of banken schuiven. Je bent ook groot geworden, je bent toch internationaal een topper, dat is ook waar. En dan krijg je natuurlijk mensen om je heen die naar je opkijken en die je nog groter maken dan je bent. Dat is niet zo makkelijk om mee om te gaan. Er zijn talloze voorbeelden van. Er zijn genoeg mensen aan ten onder gegaan. Ja, nou. Dan kun je daar makkelijk mee omgaan als mensen zeggen, oh Piet, nou, ik voel het zelf niet zo.
Ik doe gewoon wat ik doe. Dus ik voel zelf niet die dus het is misschien ook wel wie zegt wat en wie... Het is voor wat ik net beschreef. Toen wij hier naartoe kwamen, kwam er steeds meer aandacht voor mij als persoon. Ik geef daar zelf niet heel veel om. Alleen ik zie het wel als een belangrijk ding. Je ziet het meer als een marketingmiddel om je naam. Ja, je bent gewoon je spreekbuis van je merk. Dat hebben we ook bedacht. Maar dat betekent dat jij zelf steeds meer op de voorgrond komt. En dat betekent ook dat een ander die dat ziet gebeuren, daarmee om moet gaan. En die moet dat de plek geven. Dat kan je op allerlei manieren doen. Nou, nog even je voormalige vriend Nob citeren. Dat heeft over je met je karakter te maken. Vriend. Hij voelt nog steeds als een vriend. Nou, dus positief en negatief. Hij zegt weinig in. Wat zeg je nog steeds? Zie je hem als een vriend? Ja. Maar jullie zien elkaar niet meer. Op dit moment, ja. Dat kan toch? Ja, jij denkt het is tijdelijk. Maar dan krijg je dus misschien wel zo'n... Dat zie je ook vaak. Wie neemt de eerste stap? Ben jij koppig? Nee, ik zet altijd de deur open. Maar ik kan Nob niet anders als een vriend zien en voelen. Dus al zou het nooit meer... Zeg maar, al zou hij, want ik kan me ook voorstellen dat het heel pijnlijk is om bij elkaar te komen voor hem. Dus dat respecteer ik ook. Maar ik ga het niet anders zien, laat ik zo zeggen. Dus snap je, kan ook gewoon van één kant vriendschap voelen. Dus dat is het in ieder geval. Eigenlijk de plek ook waar al het maatwerk gemaakt wordt en waar we tuinhuizen maken. En de jongens die maken hier de meest bizarre dingen. Het zijn ook de timmermannen die het meest... Mag ik iets noemen? Want de meest bizarre dingen. Je maakt zoveel en je bent ook geïnteresseerd in kleding. Maar ik heb nog niets van jou gezien met kleding. Ga je daar ook nog iets mee doen? Nou, eigenlijk ben ik niet echt geïnteresseerd in kleding. Maar ik wil wel heel graag iets met kleding doen. Juist omdat ik heb een paar ideeën. Dat zijn helemaal niet zo belangrijk of interessant. Maar ik denk altijd als je nou kleding maakt die gewoon altijd kan dragen. Dus geen fashion. En dat met een fashion brand. Maar het gaat dan over kleding dus die je 20, 30 jaar kunt blijven nou, dragen. Misschien model wel. En zoals ook mijn sloopkast in 1989 bedacht wordt en nog steeds beter verkoopt. Ja. En toen we het boek uitgaven, toen zeiden ze, moet je in een jaar verkopen, want daarna dan doet het boek niks meer. En wij hebben nou de derde oplage. Dus ik geloof helemaal niet zo in die waarheid dat het altijd maar kort hoeft. Maar dan moet je wel zorgen dat je aan de voorkant het op de juiste manier overdenkt en vormgeeft en communiceert. Dus ik vind het interessant om ook op zo'n gebied waar juist dat cyclische zo sterk is, om daar op een andere manier gedachtegoed binnen te brengen. Maar je bent van andere partijen afhankelijk. En kun je al zeggen met welke partijen erover praat of is het nog te prematuur? Ja. Het is een niet-Nederlandse partij. Een niet-Nederlandse partij? Die ik nog in gedachten heb. Italiaanse partij. Nee, ook niet. Maar dan wordt het moeilijk. Maar ik zou dat heel leuk vinden om te doen. Ik dank je voor dit gesprek. Dank je. Volgende week in 1-op-1. Corendon-topman Atilay Oesloe over opvoeden, ondernemen en politiek. Maar wat vind je dan van de premier die er zichzelf ook mee bemoeit en die uitspraak doet, pleur toch zelf op? Dat is op een heel andere setting gegaan. Maar het is niet slim geweest hoe hij dat gezegd heeft. Want hij is ook mijn premier.